Zelfstandige aftrek. Nou, de zelfstandige aftrek is een ondernemers aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting, dus voor eenmanszaken of VOF's. In 2024 is deze €3750, maar deze wordt de komende jaar sterk afgebouwd naar €900 in 2027. Wanneer heb je nu recht op deze startersaftrek? Nou, allereerst, je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting. Doe dus regelmatig de check ben ik ondernemer via de website van de Belastingdienst. En ten tweede, een hele belangrijke voorwaarde is dat je voldoet aan het urencriterium. En dat wil zeggen dat je 1225 uur aan je bedrijf besteedt binnen 1 jaar. Hoe vraag je deze aftrekpost nu aan? Je hoeft hem niet aan te vragen, want in de aangifte inkomstenbelasting wordt deze automatisch verwerkt als je de volgende 2 vragen met ja beantwoordt. De eerste vraag is, werkt u minimaal 1225 uur in de onderneming? Dat is dus dat urencriterium. En de tweede vraag is, is meer dan 50% van uw werktijd besteed aan de onderneming? Dit is van belang als je daarnaast ook in loondienst werkt. Want werk je bijvoorbeeld 24 uur in loondienst, dan moet je ook minimaal 24 uur aan je bedrijf werken om in aanmerking te komen voor deze zelfstandige aftrek. En dit geldt dus naast de minimale uurreis van die 1225 uur. Vul je nu bij beide vragen ja in, dan wordt automatisch de zelfstandige aftrek verwerkt, waarmee je belasting over een lager bedrag wordt berekend en dus per saldo je lagere bedrag aan belasting betaalt. Je kunt dit terugzien in je aangifte inkomstenbelasting bij de berekening, helemaal achteraan de aangifte. Wil je meer weten over de verschillende belastingvoordelen voor jou als ZZP'er? Download dan het e-book Belastingvoordelen voor ZZP'ers met daarin 19 belastingvoordelen via thehappyfinancial.com/ebooks.